Na 2 jaar is de Dorpenomloop door Drenthe weer terug op de wielerkalender. Een open klassieker over 170 kilometer met start en finish in Assen. En net buiten Assen wordt de wedstrijd vrijgegeven. En net voordat we Ubbena uitrijden na dik 10 kilometer meteen deze eerste kopgroep al van 7. Daarbij 3 Drenthe, we zien Patrick van der Duin uit Nieuw-Rode, Stan Wijkel uit Holsloot en dit is Rick Goeree uit Borger. En die voorsprong van die 7 koplopers stijgt moeizaam. Ze komen niet echt weg. Blijft zo hangen, zo rond de 30 seconden, totdat het peloton denkt, laat maar gaan. En dan loopt die voorsprong op tot maximaal 2 minuten 30. En dan slecht nieuws voor Borger, want dit is Rick Goeree. Zat dus net nog in de kopgroep en nu hangt hij aan de auto van de dokter. Hij moet de kopgroep laten gaan en ook het peloton laten gaan. En de mannen vooraan die zien ook dat het peloton terugkomt. De voorsprong van 2,5 minuut slinkt. Nog 6 man vooruit, want we missen dus Rick Goeree. En daar is het moment. Na 75 kilometer koers worden de 6 koplopers teruggepakt. En dan wachten we even en dan zien we opnieuw 4 mannen die het gaan proberen. Rens de Stroet, Harry Swering, Jasper Bovenhuis en Lars van den Berg. 4 man, ook zij proberen weg te komen. En we hebben dan zo'n 90 kilometer koers gereden. En als we over de keien rijden, zien we dat het er ineens 6 zijn. Nick van der Meer en Joachim Arissen zijn ook aangesloten van voren. En daarachter nog 2 mannen die proberen aan te sluiten. Voorop Robin Wennekes en dit is Ronan van Zandbeek. Deze mannen proberen het, maar voorlopig zijn het nog steeds 6 koplopers. En die 6 koplopers zien dan weer dat Nick van der Meer weinig geduld heeft. Hij is als laatste aangesloten. Deze man uit Honselersdijk rijdt voor Westland Wil vooruit. En hij probeert weg te komen, maar dat lukt niet. Opnieuw 6 man en Nick van der Meer is weer terug in die kopgroep. En wie zit er daar verder nog in? Harry Swering, Rens de Stroet, Lars van den Berg, Jasper Bovenhuis uit Staphorst. En hier helemaal in het laatste wiel Joachim Arissen. Een snelle sprinter van Metek. Metek dat met 2 man vooruit is. Maar ook zij zien dat ze het niet gaan redden. We hebben nog maar 5 kilometer koers te gaan. Assen is in zicht. Maar Nick van der Meer, zijn benen zijn vandaag goed. Hij heeft nog wat over. Links ziet u al het TT-circuit. We zijn dus bijna terug in Assen. Maar ondanks die goede benen gaat ook Nick van der Meer het niet redden. En dus gaan we sprinten met een groepje. En dan zien we links het blauw-zwart van Joachim Arissen. Hij wint de Dorpenomloop. Patrick van der Duin wordt 2e en zijn ploeggenoot Rick Ottema wordt 3e. En Arissen was vanaf kilometer 90 in de aanval. Werd teruggepakt, maar wint toch de sprint. Nou ja, sprinten kan ik altijd wel. En als je helemaal niet vlot ziet, dan wil je gewoon snel maar naar de finish. En ja, daar was klug nog goed genoeg voor. We kwamen net iets verkeerd uit de bocht. En Joachim Arissen kwam er onderdoor. Die zet zoveel meer snelheid. Ja, en dan was dit het maximale voor nu.